Dat belooft dan, kijk, dat meer booty ga ik filmen. Goedemorgen, holy shit. Vandaag is het een dag in de week en het is nu 8:55 en ik heb mijn trein naar Antwerp Central om 9:45. Dus ik ga nu even een douche nemen, ik ga mijn zak maken, ik ga misschien nog eens mijn computer aanstoppen. Dan gaan we rechtstreeks naar Antwerpen, waar wij met heel fucking veel mensen gaan meeten. En ik kreeg net een bericht van Joey Craig dat hij geen vlog gaat maken. Maar ja, oké, dus. Dus we gaan met heel veel mensen meeten. Het wordt een hele vette dag. Dit wordt een gewone vlog zoals ik altijd deed. Gewoon een vlog van, yeah, this is a vlog like right now. En ik zie dat er daar een man uit zijn raam staat te kijken. Zo van, yeah, what up? I got a big cock. Pas, pump in the thrift, south of thrift shop. Dus ik ga nu even lekker douchen, ontbijt pakken bij de bakker of zo. Of ik ga op het station weer nemen als ik te laat ben. Ik ben Acid. En laten we beginnen aan de dag. Let's go. Ik wil graag deze rugzak gebruiken. Dan heb ik hier een broek die ik ook wel kan gebruiken. Ik ga geen jas aandoen, want ik heb schijt aan het weer. Oh, nu de moeilijkste. Moet ik deze pet nemen? Een gewone, chille, vette, basic snapback? Of ga ik toch meer voor de Griffer snapback? Of ga ik toch meer voor mijn official 5-panel. De keuzes zijn zo moeilijk. Nemen ook wat geld. Zo mooi daar. Mijn horloge. Let's go. Ik heb nog iets meer dan 20 minuten. Let's go. Dan hebben we ook nog sokken nodig. Zo mooi daar, ja. Mijn telefoonoplader. Mijn eierklokje. Let's go. De Acid fiets. De one and only Acid fiets. Maar ik ga te voet naar het station. Let's go. Okay. Omdat ik geen fiets heb, omdat ik geen zin heb om mijn nieuwe fiets nu al aan het station te zetten, moet ik te voet naar het station. Maar ik had verkeerd gekeken op mijn horloge en het is nu eigenlijk al 39. Dus dat betekent dat mijn trein vertrekt binnen 3 minuten en ik moet nog heel deze straat uitlopen. Dus ik ga het even snel doen, dan ben ik gewoon bij het station, kan ik op de trein gaan zitten en dan zijn we er ook. Lol, er ligt hier een schoen. Schoenbal! Let's go! Fuck you, schoen! Oké, we zijn er! Deze moet ik hebben! En dan moet ik naar hier, en dan moet ik overstappen, en dan kan ik naar Antwerpen. Let's go! De treinen zijn een keer op tijd. Sfeer. En dan zijn we weer in Gent. En heb ik weer Red Bull as shit gekocht, omdat melk de mainstream is en koffie is ook de mainstream. Dus nu ga ik hier gewoon op spoor 1 wachten op mijn trein en wachten en wachten en wachten. En Bastogne War Museum. Ik ga gewoon wachten, want ik denk niet dat dat mijn trein is daar, dat kan niet. Dus ja, let's go. Oké, zonder uitleg zouden jullie niet snappen wat er nu gaat gebeuren, maar ik ga het gewoon proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Er zat een zwangere vrouw voor mij op de trein en ik weet niet waarom, maar die had erg veel bagage mee. Die had een paar koffers mee en een hele grote zware zak vol, weet ik veel wat er allemaal is. Ik dacht dat het kleren waren, maar waarschijnlijk is het allemaal eten. En ik zag deze mevrouw zitten op de trein. En ik dacht gewoon, fuck it, ik ga haar helpen. En ja, dan heb ik haar geholpen. Let's go. Mevrouw, ik ga je zo wel helpen met die tas. Bedankt, hè. Ja, graag. Dames en heren, kom aan het Alsjeblieft. Zo heb ik toch ook nog eens iets goed gedaan in mijn leven. De zonde zijn de wereld nog niet uit. Maar nu krijg ik dus goed luck. Maar ik heb iemand geholpen. Dus ja, let's go. Er is een meisje. Hallo. En ze herkende me. Dus nu moeten jullie liken. Like. Dus iedereen zoeken. Hier in het veel te grote Antwerpen Centraal. Want iedereen komt van andere stations. Sommigen komen van Nederland. En ja, we moeten afspreken via 4G. Via onze chat.
Want anders ga ik het nooit wenden. Dus ja, ik ga gewoon naar de main entrance. En dan ga ik het wel zien. Hoop ik. Ja, als ik een vent, zie ik jullie. Als ik het niet vind, dan ja, dan niet. 10 jaar zoeken, heb ik nog altijd niemand gevonden. En nu sta ik hier gewoon op de top van Antwerpen Centraal een beetje rond te lopen. En ik kom hier en ik zie ja, dat er iemand heeft geslapen vannacht. Kan je duidelijk zien aan wat er ligt. En de man heeft hier ook een plasje gedaan. Wat een beetje minder aantrekkelijk is. Ja, dat is het probleem van grote stations. Dat iedereen overal plast. Maar ik ga hier nu dus gewoon wachten. Wachten. En ja, wachten. Ik ga waarschijnlijk ook nog wachten, maar oké. Ja, dat wordt dus naar spoor 23 gaan. En spoor 23 is daar helemaal beneden. Dus let's go. I'm reunited with my two brother. We both have a really bad tooth. Hallo. Nee. En we zijn hier nu en Ryan is er ook aan. Oeh, mijn mama! En we zijn hier allemaal vrienden en random mensen en andere mensen. En het is heel leuk en Ryan is ook heel leuk. En andere mensen zijn ook heel leuk. Wat is uw naam? Geen idee. Geen idee. Nice. Ik heb nieuwe vrienden. Fucking awesome. Let's go. Gio en Joey zijn, zijn in Antwerpen. En Shaquille heeft ze nog niet gezien. Nee. En ik ook niet. Maar Joey is kaal. Dus als we een kale neger zien, is het Joey. En dan zien we Joey. En Gio is er ook. En Gio's zus is er ook. Helemaal niet. En daarom gaan we nu hen halen, want ja. Oh my god, Gio! Ja, sucky, sucky. Kom, kom. Love you, Gio. Let's go. Kom, kom. Doe het als vrienden. Knolpower. Hallo. Panos represent. God, god. Alleen voor de top van mijn broek. Het is wel een lekker broodje. Ja. Very good, yeah. We zijn in de kwik. We zitten hier met 3G7X naast elkaar. We hebben hier allemaal meer dan 700 euro in onze handen. Let's go! Dus ik heb hier een Giant Max. Hallo mensen, we zijn nu in Antwerpen met Splate Games. Met Splate Games NL, niet abonneren op hem. En dan hebben we hier Ace met een Giant. Ja, dus we zitten nu bij de Kwik, fucking lekker. Ik heb het nog nooit gegeten, dus het is mijn ontmaagding van de Kwik. Ja, Alex? Ja. En Shaquille. Dus we gaan nu even lekker eten en dan gaan we straks nog. Wat gaan we straks doen? We gaan shoppen. We gaan fuck veel kleding kopen, want we hebben allemaal money to blow, YouTube money. Kijk, mijn moeder heeft bankkaart. En hij gaat zijn moeder bestelen, dus ja. Oh, Joey gaat fokken. Ja. Precies wat Joey zei, ik moet niks meer zaken. Waarom is dit zo leuk? Kerel man. Misschien moet je even een boodschap roepen. Boodschap! Boodschap! Hou is het mogelijk gek. Hou is het mogelijk gek. Hey, kerel man. Hey, yo mensen van de Ace. Nee, je moet gewoon een intro doen zonder iets te zeggen. Je mag hem. What the fuck? Ik ben toch ook man. Destruction. What the fuck? Ja, dat is niet klok. What the fuck? Paal ons gas nog op. Gio, houd je paal nou op. I burn. Oh my fucking god, wat heb je gedaan? Ja, ik weet het. Hoe die doet, hè? Alex is daar. Ah, right. Dat belooft dan kijk dat meer booty ging filmen.
zo'n voet. Oké, doe zeker een duimpje omhoog voor de extra booty die ik heb gefilmd. En nu komen de sfeerste, de meest sfeervolle shots van de dag. Waarin we eigenlijk gewoon fucking lang hebben gedanst in allemaal winkels. Oké, ik zou zeggen geniet. Want het was fucking leuk om te filmen. Let's go! We zijn in een winkel en we hebben hier niks gekocht. Ryan heeft wel een nieuwe hoed. Doe hem eens aan. Ah ja, van AWIX. Ja, Skiel, en hoe is jouw opzicht over? Mooi, joh, ik ben wit. Mooi, joh. Jij hebt manual ingesteld, hè? Oh, nee. Wacht dus, even, we komen zo terug. Hey, wat gaan we? We zijn terug. Skiel is weer 9. Super awesome. We gaan de smoothies halen, want deze dude heeft dorst. Kijk daar dat Ryan, die gaat nu bij die mensen die daarachter staan. Precies wat Gio zegt. Een jongen. Oh my god, hij gaat echt doen. Een jongen, hij gaat in die ghetto. Oh my god. Ik durf het niet. Ja. Gaat hij erbij staan? Oh my god. Dit valt te veel. Ja, mensen hebben hem door. Oh. Oh nee. En ik geef zo'n mes tussen ze. Zag zeker jouw vrouw dood. Zo stonden we hier, zo van, jij yeah, let's film this around there. Gio eating ice cream. Fucking lekker. Kijk die tip komt. We zitten hier op een raar terrasje in Antwerpen en we eten ijscream en het is heel lekker en het is wel leuk en het is wel cool. En Gio is net aangespierd om model te worden, dus Gio stopt met YouTube, gaat de modellenwereld in. Ja, wij gaan nog shoppen, meer shoppen, let's go. Ik ben hier een pet gekocht, ja, Joey's idee, hello Joey. Ik weet niet waar mis met de belichting around hier, maar deze pet is wel chill en ik vond hem wel cool, dus ik heb hem gewoon gehaald. Want hij zag er cool uit. En nu gaan we nog naar een paar goedkope winkels. Want Gio is model geworden. Nee, no shit. Hij vroeg het echt. En we gaan nu naar een winkel en ja, H&M of zo. Goedkope shit. Is je lens wel echt onder de shit? Nee, is door dat. Oh. Ding. Is het grappig? Yo, dat haakt er aan. Fucking god. We zitten in de pizza hut met iedereen. Ryan is er ook nog. En we zitten aan een grote tafel. We gaan pizza eten. Ryan heeft geen geld meer, maar wij betalen meer. Ryan, let's go. Ik heb een nieuwe iPhone, mensen gaan helemaal bitchen van jou. Waarom ben je gedankt weer naar iPhone 6 Plus? Van iPhone 6 Plus naar iPhone 6. Die Burger King is altijd... Oké, maar wij gaan eten. Let's go. We zijn klaar met eten, we gaan nu betalen. Iedereen, ik heb spare ribs gegeten. Ik weet niet waarom, ik had geen zin in pizza. Maar nu gaan wij naar het station, zometeen gaan wij weg. En oh shit, er zit nog een beetje wijn in Shaquille's glas. Wat denk jij? Je kan cool in aantal. Cool. Let's go. Mijn wijn! Ik dacht dat je weg was. Het is nu op. We zijn klaar met eten. Het was lekker. Ja, we gaan nu weg. Let's go. Oké, we zijn hier terug bij Centraal aan de grote station van Antwerpen. En we zijn hier nog steeds met iedereen. Daar lopen ze. Maar Ryan en ik moeten bijna naar huis. Want wij zijn de enige twee. Maar Alex dan. Die niet mee naar Gio gaan. Omdat ik moet werken morgen. Hij vertrekt op reis. Alex, weet ik veel waarom die niet mee gaat. Geen idee. Maar de rest gaat allemaal mee met Gio. En ik heb er nog een reis voor zitten van 2 uur. Dus dat wordt fucked up. Maar ja, hoort er allemaal bij. Dus ja gewoon. Ik zie wel wat er nog allemaal gebeurt. Ibahash, gaat nu weg. Oh my god. En de lucht.
Eindelijk! We zijn al van afstand. Ja. Ze moeten mijn trein halen. Die vertrekt er een paar seconden. Maar ik kan er nog op. Allemaal Gucci. Dus op naar Blankenbergen. Let's go! Blankenbergen, holy shit. Het is precies 9:15. En ik ben terug in B-Town. Ik ga nu terug naar huis wandelen, want ik ben natuurlijk niet met de Acid fiets naar het station gegaan. Dat zou maar een beetje dom zijn. Was die waarschijnlijk al gestolen of zo, I don't know. Zelf al doe je er een slot rond aan het station, pik ze altijd elke fiets dat ze kunnen vinden. Maar omdat ik vanavond bij mijn papa ga slapen, kan ik niet echt iets nuttig doen. Want als ik daar kom dan, ga ik gewoon nog even naar tv kijken. Even chillen. Misschien nog een film kijken of zo. Dus ja, ik ga voor de allereerste keer een vlog afsluiten. Niet in mijn kamer, maar gewoon fucking op straat. Op weg naar huis, langs de snelweg. I don't know. Bedankt om te kijken naar deze vlog. Vond jij het nu vet? Drop dan zeker even een like op deze video. Deel deze video met al je vrienden om te tonen hoe saai mijn leven is. En welke droge dingen ik allemaal doe. Share mijn avonturen met de wereld. Ik ben Acid en ik zou zeggen, jongens, ik zie jullie bij de volgende video. Adios, bitches. Wow, wow.